visie achter Spookslot is dood gewoon geweest. Dat er moet iets bijzonders als zeg maar, een groot kijk gebeuren, geplaatst worden in het park. En dat noemden wij in die tijd station Halfweg. Het was eigenlijk uitdagend omdat het grootschalig was, 3 miljoen. Onze voorzitter van de Heide die dacht dat we eraan failliet zouden gaan. Want zo'n groot bedrag was nog nooit uitgegeven. Er wordt een groot gebouw gezet, dat doen bouwvakkers, metselaars. En wij moeten daar van alles in maken. En dat moet mooi worden, want dat doe je met alle mannen van de Efteling, medewerkers. Al die disciplines die gaan samenwerken en wij mogen daar allerlei techniek in bouwen. Je hebt dus links, rechts, omhoog, omlaag en die 4 snaren die moeten bereikt worden door deze. Dus ik had daar 4 zuigers in toegepast en die zorgden ervoor dat je die viool als het ware precies als een echte violist kon programmeren. Ik zei, wat moet het worden dan? Ja, geestentoestand of zo. Ik zeg een soort dans macabre. Wat zeg je? Ik zeg, zo'n dans macabre. Dat zei ze niks. Het programmeren van de hoofdshow was een verhaal apart. Zelfs een attractie apart. Er moesten 120 kanalen, dus alle show-elementen moesten in 1 keer geprogrammeerd worden. Tom van der Ven die stond in het midden als een dirigent. En op het moment van een bepaald geluid wist hij van, oké, nou moet de gehangene naar beneden. Dan moet de deur open, dan moet het licht aan. Misschien wel 30 collega's die iedere keer dat bericht kregen. Nu jij, nu jij, nu jij. En zo werd er geprogrammeerd. Allemaal tegelijk. Eentje fout, is alles onnieuw. De opening werd, dat moest natuurlijk een hele speciale opening worden. En daarvoor had men ingehuurd een club die zich noemde de Phantom Captains. What was the Phantom Captain? It was a performance company primarily, although I would say multimedia would be more accurate, that I created with some associates in the late 60s, early 70s. And it was a small-scale touring company, from stage plays and stage pieces to improvisations, street theatre, what we called infiltrations, when we would infiltrate a given scene without the people being aware that we were performers, at least not for a while. And so in 1976, I think it was, we, on the way home in our van, we passed by the Efteling. The storybook charm of the place really appealed to me. A few months later, we wrote to the management of the Efteling, congratulating them on running such a, you know, delightful theme park, but suggesting there was one thing missing, and that was live performance. And got into correspondence with Herman Brückenkeit, if I pronounce it correctly. And we made a number of suggestions what we could do. And so they engaged us for 2 days to perform. We decided we'd try out 4 different kinds of event there. Well, the first, most obviously, was fairy tale characters. We wanted to sort of fit in with the ambiance of the Anton Peak illustrations. So we created a number of storybook characters, a prince, a princess, a king. Another was something we called somnambulat, in which we set forth a number of people in dressing gowns and pajamas who were, according to our premise, really fast asleep. And everything else they saw about them in the park was a dream. That was the premise. We had various accoutrements of sleep, such as alarm clocks and toy companions, wore slippers and so on. A third was a piece that we did, we called Arty Types. We were basically rather bizarre street artists. Each of us had his own or her own peculiar approach to artwork. For instance,
might be doing a portrait of someone, which turned out to be completely all blue. And the final thing we did was to propel a group of British naval officers, male and female, on a kind of tour. It had little to do with the actual nature of the Efteling. It was very incongruous, but we thought we'd try that because it was incongruous. And we worked the scenic railway. We let Herman know beforehand that this is what we were going to do. And that was it. We spent 2 days there. I think on the whole it was quite successful. And some weeks or months later, we got a call or a letter from Herman asking if we were free at such and such a time, and explaining that they were going to open a new attraction at the Efteling, and we might be able to help with it. It was very challenging, and the whole idea was very stimulating, that we could do something to animate a life-size haunted castle. It was amazing. I was actually flown over to inspect the castle, which was not yet finished. It was still in process of being constructed. Took a lot of photographs, went back to London, and we sent some of our ideas to Herman. He gave us feedback and so on, and gradually we whittled it down to a kind of ceremony or ritual that one associates with exorcists. We were to be put up in this chalet. There was room for 10 people, but all eight of us stayed there overnight for 2 nights, rehearsed there and sorted it all out. We had a lot of help from Herman's team. So it was teamwork. Most of the characters were out of this Gothic tradition, so they would fit in with the look of the place. But we had a couple of other characters as well who weren't really part of that tradition. And one of them was the character that I played, Dr. Eugene Helnick, sort of parody of my own name, was or purported to be a well-known British exorcist and occultist. And I had, the premise was that I had been hired to ensure that nothing nasty happened, nothing went wrong in opening such a sensitive area as a haunted castle, for God's sake, that could unleash all kinds of unfavorable and dangerous forces. The other character, who didn't really belong to that whole Gothic tradition, was played by Lineke Lino Hellings. Lino was unusually tall and unusually slim, and we thought that since we knew that the minister would be coming alone without a companion or escort, we thought, why not attach her to the minister? And so she silently attached herself to him, taking his arm, and accompanied him for the rest of the afternoon without saying a word. It was part of the premise that she would say nothing, even if he spoke to her. As of course he tried at some point to open a conversation, she said nothing. And he did play along beautifully. And I think it began with him and the entourage making their way to a restaurant. There was to be an initial gathering of all the dignitaries there, and a little introductory talk by Tone, who I think showed a map of the castle, and it was kind of an information point, but everybody sat down to it, and Herman introduced it at a lectern, and then I was introduced and gave a very short speech explaining who I was and why I was there. And once that speech had been given, I think almost immediately we then set off in procession to the forecourt of the haunted castle. We seated the minister, and
I was up there to carry out the exorcist ritual. Kerta said, "Hora in Kerta. Death is certain. Only the hour is uncertain." I also had packages of salt, which I proceeded to throw around this ramp, as it were, to keep away the devils. And a hideous scream could be heard from the battlements of the castle. We looked up, and there was a banshee. She had a skull on a stick, and she was screaming like mad. One of our players was a fiddle player. So we had an interplay between the monks on the ground, a musical interplay of sorts, and the banshee, the ghost woman at the top of the battlements. I think that was quite picturesque. Next, Lino, the spectral lady, had to lay a foundation stone, a foundation gravestone, actually. So she came forth and laid another stone among the stones of this graveyard, this cemetery. And in the forecourt, I should also explain, there were some crumbling looking statues. And one of them had been bandaged up. The bandages around the scrap, the statue were unrolled, revealing other bandages beneath. And what was interesting about that, and this was Tone's suggestion, it went on fire. It exploded into flames, revealing this gruesome figure underneath. Then my partner Joel, who was dressed as a brutal masked executioner, appeared bearing a very threatening looking axe and got the minister in his point of view and slowly made his way with the axe towards the minister. It looked as if he was the one who was going to be executed, but no, his life was spared. But he had to smash the slim ribbon with the axe. When he first went to cut the ribbon with his axe, he actually missed it, so he had to have a second go, as I recall, and that was successful. But of course, it drew a laugh because it was rather an absurd image. And it was after this episode that we all entered the castle. Later, we went to the Carousel Palace, where other events had been planned. We'd laid out some grisly-looking foodstuffs as a buffet. The carousel had been adapted, so the sound that it made was a backward sound. And in, or rather on, the carousel, we had a coffin sticking out of one of the little carriages. And the last thing that I recall is another idea we had, which the Efteling managed to realize very, very professionally indeed. And that was a cake that the minister would actually cut. And he cut the cake, whereupon blood spurted out of it. It didn't splash the minister, fortunately. That might not have gone down very well. But somehow the Efteling staff had gauged very well how much blood they could afford to emit without actually staining anyone in the vicinity. So that bloody cake really marked, as far as I can recall, the end of our participation in this event. After that, it was people just socialized, and that was that. De talkshow-host van Nederland, Willem Duis met zijn vuist.
Bert Klos bleek de vaste belichter te zijn van het programma De Vuist van Duis. Of Voor de Vuist Weg, zoals het toen heette. En het was Bert die op een gegeven moment ging kijken bij Willem Duis of het misschien mogelijk was om dat leuke gebeuren waar hij zich mee had bezig gehouden op de tv te krijgen. En misschien wel bij Willem Duis ergens in de... Nou, hij speelde het voor elkaar dat wij uitgenodigd werden om aan de tafel van Willem Duis aan te schuiven. Om daar te vertellen wat het Spookslot als nieuwe attractie voor de Efteling inhield en betekende. En toen hij ineens geconfronteerd werd met een set die er klaar stond waar hij moest gaan zitten, wist hij wel waar het zo ongeveer over ging. Maar hij was eigenlijk helemaal de draad kwijt. Ik was zelf ook de draad kwijt. En zo begon hij dus iets te vertellen van het was voor de Efteling en dit en dat. En heel mooie dingen. En er werden tekeningen getoond. En zei, wat zie ik nou? Ik zie dat. Ton werd dus door Willem geïnterviewd. En ik mocht functioneren als spook. En ik werd dus boven Willem Duis geprojecteerd. En deed daar wat griezelige handelingen rondom Willem Duis. Die daar keurig op acteerde. En net deed of hij mij zogenaamd voelde. En ik hoop mede door dit gesprek te zorgen dat het zal toestromen met kinderen vooral. En ook nieuwsgierige ouders naar het nieuwe spookslot. Dus wij kregen 10 minuten tijd in een van de meest bekeken Duis-producties die er waren. Want iedereen wilde zien hoe neemt hij afscheid van deze successtory die hij zelf heeft veroorzaakt erin. Hartelijk dank. Is de geest nu ook weg? Neemt u die mee? Oh, ik kan de geest meenemen. Ja, wel. Ja, dat doet mij. Zal ik hem maar bejagen? Ja. He's gone. Bedankt, Ton van der Ven. Op een gegeven moment is gezegd van ja, we moeten naar een stereogeluid toe en we moeten die kanalen moeten op een andere manier aan gaan sturen. Dus we hebben heel die besturing van die firma eruit gehaald. En we hadden al ervaring met besturing van de kader van festival, als ik me niet vergis, met EEPROM's. En die EEPROM, dat stond voor Electronic Programmable Read-Only Memory. Dus je kon 1 keer programmeren en dan kon je het altijd uitlezen. Hier hebben we een geheugenkaart. En dit is een EEPROM IC. En dit is eigenlijk een geheugenblokje, 64K maar liefst voor die tijd. Dat was wel behoorlijk wat. En daarmee konden we 8 kanalen programmeren. Dus dit zijn totaal 40 kanalen. En met 3 van deze kaarten hadden we dus de 120 kanalen beschikbaar voor de hoofdshow. Zeer betrouwbaar, ging ze heel lang mee. En toen is de bandrecorder wel blijven zitten, maar zonder serieel spoor. Het spoor werd omgezet naar pulsjes, 25 pulsjes per seconde. En die werden omgezet door een speciaal gemaakte print. En platgeslagen en heel simpel gezegd is dat er gewoon een klokspoor mee loopt. Los van het signaal van de bandrecorder. En die klokt die EEPROM's langs, die adressen van die EEPROM's. En het voordeel van was dat je dus 1 man kan dus een show programmeren. Namelijk show-element voor show-element. En zo hebben we het spookslot als het ware opnieuw ingeprogrammeerd. Al vanaf het begin in 1978 zaten er Bose speakers. Hier staat nog een originele, de Bose 800. Die waren toen net op de markt, was redelijk revolutionair. Dus deze speaker komt uit de Oosterse geest. Heeft het tot het laatst gedaan en werkte goed. In de hoofdshow zijn ze wel eerder vervangen. Dus toen hebben we toch weer gekozen voor de Bose opvolger van deze 800. En dat was de 802. En ook in die tijd kwam Bose op de markt met de Wave Cannon. De beroemde donderpijp natuurlijk. Die kregen we beschikbaar van Bose om te testen, gratis. Toen is ook de tribune aangepast, want die pijpen zijn 4 meter lang. Paste er niet onder. En dat is ook de aanleiding geweest om de tribune meteen van 2 naar 3 lagen uit te breiden. Zodat er meer mensen in de show konden met een beter zicht.
En dat kregen we ook wel terug. Er was veel feedback van gasten. Dat het spectaculair was geworden qua donder. Het geluid klonk beter. Dus niet alleen de speakers waren vervangen, maar ook de versterkers. Ja, een spectaculair resultaat voor die tijd. De opnames van de Jammerende Man heb ik nog meegemaakt. Het idee was, er was de krokodil. Dat waren twee oogjes met wat geluid erbij. En daar is de Jammerende Man voor in de plaats gekomen. En de opdracht was, hij moet een klaagzang geven. Dus de opdracht was, ach en wee. Zo heette het, de opname. Dan moet je voorstellen, je zit in een kleine kamer met twee man. En dan zit je dingen op te nemen en opnieuw. Je moet een jammerende man krijgen. Maar ja, hoe doe je dat dan? Hè? En dan op een gegeven moment dan... want ik was eigenlijk de man achter de knoppen. Koos, doe jij dan maar eens iets injammeren. Dus Koos werd uitgekozen als zijnde de beste stem. Kees zat achter het mengpaneel en ik zat naast Koos met de kettingen in mijn hand. Want ik moest wat rammelen op de achtergrond, synchroon met Koos. Nou, en toen begon ik te... Nou, iets langzamer, wat galm erbij en zo. En toen, dat was al best wel... Ja, als je met z'n tweeën achter die echt zo'n bandrecorder zit, dan is dat best wel grappig. En als dan op een gegeven moment iemand op het idee komt van laten we het Rees noemen. Ja, al gaandeweg, ach en wee, werd Toos en Dree. Want we hadden Dree natuurlijk als chef. En zijn vrouw Toos, die werkte 1 of 2 dagen in de week bij ons als secretaresse. Dus de grap werd, we maken er Toos en Dree van. En dan met behulp van een flinke galm erop. Want zo'n ouderwetse tape galm. Hebben we daarmee geëxperimenteerd tot het echt bijna onhoorbaar was. En dus toen... Treo-toos. En dat een beetje verdekt en dat was toch wel heel grappig. Vonden wij toen heel grappig. Toen ik stage kwam lopen in 1987, speelde eigenlijk de versie die tot op het einde gedraaid heeft. Die is toen helemaal qua besturing omgebouwd en de show helemaal opnieuw geprogrammeerd. Er is wel tussen mijn stage in en dat ik in dienst kwam, heeft nog heel kort de Marianne Berg versie gedraaid. Daar heb ik niet veel bemoeienis mee gehad, want ik zat op school. Ik was er alleen in de weekenden. Maar die heeft toen heel kort gedraaid. Ruud Bos is hier binnengekomen in de Efteling om de muziek te componeren voor Fata Morgana. Dat was in 86. En in 87 is hij met Marianne, zijn vrouw, Marianne Berk, ook hier geweest en heeft het spookslot bezocht. En Marianne die vond ook dat zij toch wel iets anders kon bijdragen, iets beters kon bijdragen. Daar heeft Ruud de intro van veranderd. Er zijn wat andere buiten de Dans Macabre die hetzelfde gebleven is. Maar het introotje is door Marianne gemaakt en door Ruud is daar een muziekstuk aan gekoppeld. Dus ik heb toen met Koos stond hier in de technische ruimte en ik in de toeschouwersruimte met Marianne Berk. We konden toen al de show alleen programmeren. En die heeft toen 3 dagen bezig geweest hier met Marianne Berk. En die heeft toen een maand of 3, 4 gedraaid. Maar de ontwerpers en de vormgevers en zo, die waren er allemaal niet zo gelukkig mee. En toen werd er besloten om het oude programma maar weer terug te zetten. Ton vond op enig moment dat er toch iets ontbrak in de hoofdshow. En dat is een klassiek stuk van Saint-Saëns, dat wordt gedirigeerd en een dirigent vlak bij de ramen waar het publiek staat zou een hele mooie, waardige toevoeging en een attractief punt in de kern van de hoofdshow kunnen zijn.
toeval wilde dat we op enig moment een contact hadden met TNO. En TNO was bezig met het ontwikkelen van een arm, een kunstarm. En ze dachten dat zo'n arm best wel eens een toepassing zou kunnen vinden in de Efteling, waar toch ook gebruik gemaakt werd van robots en van animated figures. Nou, ik kwam in aanraking met de Efteling door Ton Scheepmaker. Dat was de toenmalige directeur van het productcentrum. Ton Scheepmaker had Lex Lemmens ontmoet in een strategie-sessie met betrekking tot de Efteling. En TNO zat daar om mede te kijken van wat kun je dan uit de ruif van TNO opnemen om dat in te vullen in jouw gewenste strategie. Want toen de tijd was trek- en duwkabels helemaal in. Nou, daar hebben we dus testen voor uitgevoerd. Ik had een pop extra gemaakt bij de Fata Morgana. Met stoelen en al. Die hebben we ook geprogrammeerd. Als zijnde een pop die ook kon drinken, gewoon met schijven, gewoon zo geprogrammeerd. En die ben ik naar TNO gaan brengen. Daar helemaal opgebouwd weer. En uiteindelijk zag hij ook wel dat hij met de knokkenschijven, dat eigenlijk dat het systeem daar eigenlijk niet geschikt voor was om één figuur 3-4 minuten aan te sturen. Daar kwamen we toen redelijk snel achter. En het idee was er, we gaan een direct drive pop maken. Dat was het meest moeilijke en die ook vrij programmeerbaar was. De dirigent, daar werd mee afgetrapt. We starten eerst met een vooronderzoek om te kijken hoe we Manus konden omtoveren tot een figuur. Als een bewegende, zeg maar, een bewegende pop. Wij zijn met hun een verband aangegaan waarin TNO zei dat zij in staat zouden kunnen zijn om op basis van ons wensenprogramma zo'n arm te ontwikkelen. We zijn daar een jaar geweest, elke week op dinsdag even naar TNO en dan bespreken wat we moeten nog meer gaan bewegen om een bepaald effect te krijgen. Want dat wisten wij natuurlijk wel. Om een bepaald effect in een pop te krijgen van de gast of publiek zie nu wat die pop echt wil doen, moeten daar even met elkaar bespreken. Wij moeten dan allemaal bewegen om een hele arm of een hoofd of een nek en een heup en zo te laten bewegen. Ja, de uitdagingen bij het maken van een dirigent, het ontwikkelen er ook van, waren toch de bewegingspatronen van de bovenarm. Met een stokje om daar de muziek op de maat te slaan. Maar dat echte, korte, krachtige bewegingen waren. Waarbij de ellebogen omhoog gaan, de schouders omhoog gaan. En dat maakte het moeilijk om dat goed aan te sturen. Uiteindelijk hebben we eigenlijk daar ook gezegd van ja, je kan het doen, maar je loopt het grootste risico dat het niet gaat. En dat is eigenlijk het obstakel van ja, welke risico's lopen we dan? Hebben we nog pad nummer 2 als het niet helemaal kan? En pad nummer 2 was er eigenlijk niet. Toen hebben we op enig moment gezegd van ja, hoezeer het ons ook spijt, maar ik denk niet dat op dit moment, misschien in de toekomst wel, maar op dit moment de techniek die door jullie wordt ontwikkeld voor Manus inzetbaar is in de door ons zo gewenste dirigent. Dus toen is dat hele project is eigenlijk gestrand. Uiteindelijk is toen besloten om de dirigent toch even aan de zijkant te zetten. En toen werd het gewoon eigenlijk de Trollenkoning. Op basis van de technische mogelijkheden op dat moment. Maar dat was toen eenmalige opzet was het, met een levensduur van een half jaar, misschien of een jaar. Maar dat wilde de Efteling niet. De Efteling die zei, nee, als het goed is, staat hij er over 10 of 15 jaar nog. Want wij zeiden van ja, maar 15 jaar, dat kan helemaal niet, want dit is een prototype waar jullie eerst naartoe gaan en dan pas ga je de echte figuur krijgen. Nou, dat hadden ze helemaal niet zo gezien.
Zij zeiden van nee, het is geen prototype. Hij komt in een prachtige situatie te staan en dan moet hij makkelijk 15 jaar halen. En dat hij er nu na 33 of 34 jaar nog staat, dat vind ik echt een wonder. Op enig moment is het tijdstip aangebroken dat Ton afscheid van de Efteling nam. En men had bedacht dat het wel leuk zou zijn als hij door het park gevoerd zou worden en langs een aantal attracties zou worden gebracht waar hij de laatste hand aan kon leggen. Nou, en een van die dingen was natuurlijk in de Spookslot, waar hij destijds die dirigent voor in gedachten had. En Ton die werd naar binnen gebracht in het Spookslot. Daar stond Joop de Pont met een kussentje met erop een penseel om, of een dirigeerstokje, als ik me niet vergis. En hij zei, wat je nou gaat zien is wat jij altijd al verlangd hebt. Wij hebben een dirigent in de hoofdshow geplaatst. En inderdaad, daar stond achter het hek stond een actrice. En Ton die nam daar met genoegen kennis van dat er nou eindelijk inderdaad een dirigent in de Spookslot neergezet werd achter het hek. Er zijn natuurlijk heel veel momenten dat studenten zich aandienen om wat te kunnen betekenen in de Efteling, in de ontwikkeling van de Efteling. Er is één student geweest, een zekere Rick Beretti, voor zover ik me herinner, en die kreeg als opdracht, nou, als je nou eens helemaal los mag gaan en vrij mag denken, wat zou jij dan met de Spookslot doen? Ik heb industrieontwerpen gestudeerd aan de TU in Delft. En dan aan het einde van die studie doe je een afstudeerproject en dat doe je bij een bedrijf. Wat is dan het leukste plek om af te studeren, leek mij de Efteling. En toen werd ik uitgenodigd door toenmalige directeur van Efteling Technisch Bedrijf, Erik van der Brand. Hij zei, we hebben een creatief directeur, dus Ton van der Ven. En ik ben directeur Efteling Technisch Bedrijf. En ik zie niet in waarom ik niet ook een ontwerper zou mogen aantrekken. Maar dat betekende ook dat ik dus niet geplaatst werd bij de andere ontwerpers. Ik kreeg wel een andere begeleider erbij en dat was Robert-Jaap Jansen. Die daar samen met Henny Knoet een kantoor deelde. En het eerste interview had ik daar denk ik in mei 1998. En ik denk dat de zomer daarop ben begonnen. En ik ben in februari 1999 afgestudeerd op een nieuwe invulling voor het Spookslot. Een van de redenen die hij noemde waarom er over dat Spookslot moet worden nagedacht, was dat Erik vanuit die technische kant zei, dit is op en we zouden miljoenen moeten investeren om het te vervangen door hetzelfde. Dus bouwtechnisch moest het allemaal omhoog worden gehouden. Dat was gewoon te duur. Ja, dat was ook niet echt heel erg bekend. Dat het allemaal uit piepschuim en grashelmen van de Drunense Duinen en weet ik wat allemaal vandaan in elkaar was geplakt. Dus toen ik voor het eerst ook achter de schermen van dat Spookslot kwam en onder de vloer en boven in een heel houten staketsel, kon ik dat allemaal van dichtbij zien en over nadenken en zeggen, waarom is dit leuk? Waarom vinden mensen dit mooi? En wat zou er in de plaats moeten komen als je dit weghaalt? De eerste oplossing die ik had neergelegd was om er een soort theater van te maken. Dus met een mix van acteurs en film en vooral veel special effects. Dus dingen die half instorten, die weggaan. Dat er op een gegeven moment iemand in het publiek altijd schillend de kelder instort. En dat is dan een acteur die steeds met iedere groep mensen mee naar binnen loopt. En het tweede idee was een wat klassiekere ride met karretjes. Die zit allemaal op een stoel. En je gaan al die stoelen die draaien weg. Die blijken op een rails te zitten. En je rijdt zo door de muur naar buiten. En dan ging je onder de grond. Want er was veel kelderruimte onder het kasteel. Waar je dan door allemaal piepende gaten en krochten een spookverhaal meemaakt. En het derde concept, dat is het concept dat ik uiteindelijk verder heb uitgewerkt, dat was spannend. Je moet je even inzien, we zitten hier eind jaren 90. De toverwoorden waren interactiviteit. In welke mate is een gast of een bezoeker verantwoordelijk voor zijn eigen vermaak? Hè, kan ik, is er interactie? Maar kan ik als bezoeker iets doen om
invloed te hebben op hetgene wat me geboden wordt. Dat soort dingen waren. Dat suisde rond in de wereld van attractieontwerp. En ik vond het leuk om dat eens verder uit te pakken. Dus het idee was toen, je komt een kasteel binnen en je bent echt in een kasteel. En ik kan als bezoeker steeds mijn eigen route kiezen. Waarbij ik iedere keer als ik een deur kies, niet meer terug kan. Dus je kreeg daarmee ook een soort vervolgbezoekding. Namelijk, ik kies iedere keer mijn eigen route. Er is één ingang, maar er zijn wel 3 of 4 uitgangen. En ondertussen kom je kleine shows tegen, kun je dingen onderzoeken, kun je het spookeffecten tegenkomen die ook steeds veranderen. Dus stel, je loopt door een gang met allemaal harnassen en ze kunnen allemaal bewegen, maar ze doen het nooit allemaal. Dus je weet niet welke wat gaat doen. En de muziek verandert mee. En dat soort elementen om het spannend te krijgen en te maken. En dan kon achter je in één keer een muur openschuiven, waardoor er een groepje mensen die daar stonden dan weer iets mee zouden maken wat iemand anders niet mee zou maken. Een van de hoofdplekken in die ruimte was, waar je eigenlijk altijd wel uitkwam, was de grote ridderzaal. En daar kon af en toe het licht uitvallen en dan hoorde je een andere licht- en geluidseffecten. En dan stond er in één keer midden in die zaal de graaf, degene die daar de baas was. En die sprak je aan, maar die sprak jou ook persoonlijk aan. Want de grap was dat er achter een van de wandkleden een cabine zat waar een acteur kon zitten die pop kon besturen, die kon zien wat er in die zaal gebeurde en die daarop kon reageren. De reden waarom ik dat ook mooi vond, omdat het gebruik van maken van poppen, van animatronics, vond ik ook onderdeel van typisch Efteling. Dus wat zou het nou leuk zijn als die pop zich in één keer echt tot jou richt en ziet wie je bent. En het concept heette de dwaalzalen. Ik was eigenlijk gestopt op het punt, ik zeg maar, als je dit nog verder uit wil werken, dan moet je naar een multidisciplinair team. Dan heb ik iemand nodig die verstand heeft van techniek, dan heb ik een architect nodig, en weet ik veel, heb ik allemaal. Dan heb je andere mensen nodig. Wat er nu ligt, zou je kunnen pakken als de eerste stap, als het conceptstap van een project. En toen had ik in één keer een klein probleem. Kijk, bij industrieel ontwerpen, de naam zegt het al, studeren de meeste mensen af op een industrieel te vervaardigen product. Dus ik moest mensen toch laten voelen hoe het is om daar te zijn. Dus ik heb een theater afgehuurd. Daar heb ik een kleine tentoonstelling ingericht met maquettes en tekeningen en een grote lijn in het verhaal. En ik ben het verhaal daar gaan vertellen. Maar ik wilde ook dat de mensen eventjes kennis zouden maken met de graaf. Dus een vriend van mij, Dick, heeft zich toen verkleed als de graaf. Ik had live muziek erbij gemaakt, enge muziek. En Erik van Brand was erbij aanwezig, Robert Jaap was erbij aanwezig. Natuurlijk mijn eigen begeleidersteam vanuit de TU. En dat was toch een 8,5. Hè? Dus dat was een goed ding. Dit was in februari 1999. 2 maanden later heb ik de presentatie nog een keer gedaan bij de Efteling. En daar waren meer mensen van de Efteling aanwezig. Iedereen die daar wel in geïnteresseerd was. Wat me op dat moment in het project ook wel duidelijk was geworden, was een beetje door de positie waarin ik zat. Een ontwerper die niet was aangenomen door de ontwerpkant. Dat wat ik ook ging verzinnen, waarschijnlijk nooit op een plek zou komen dat het ook zou worden uitgevoerd. En dat vond ik helemaal niet erg, want ik was plotseling aan het afstuderen. En ik was bezig om mezelf te ontwikkelen. En ik had hele erge fijne gesprekken met mijn begeleider, met Robert Jaap Jansen. En die zat samen in de kamer met Henny Knoet. En dat was ook een inspirerende man. Dus op die manier hadden we heel veel contact over wat zij deden, wat ik deed. En ik vond dat ook een ontzettend leuk project om aan te werken. Dus ja, dat project is echt geweldig geweest. Heel veel vlakken. Ja, in de jaren 2000 was het pleisters plakken in de spookslot. Het ging achteruit, de show, de techniek, de aandrijvingen. Uiteindelijk kregen we in 2010 opdracht voor een levensduurverlenging van minimaal 3 jaar. Dus toen hebben we een inventarisatie gedaan. Wat is er echt nodig om het nog 3 jaar gewoon met kwalitatief te laten draaien? We zagen gewoon dat met name de dimmers waren niet meer te repareren. Er waren lampen in plaats van dat ze zo mooi aan en uit gingen, gingen ze zo aan en uit. Dat was niet meer kwalitatief goed.
Maar ook luchtlekkages, ventielen en luchtcilinders die niet meer mooi smooth bogen. Nou, een van de grootste ingrijpende dingen was het vervangen van de aansturing van de verlichting. Die was helemaal op. We hadden nog steeds de originele aanstuurprinten voor de verlichting. Dat zijn deze. Dit zijn de IC's uit 1977. En deze print zorgde voor een aansturing van één lamp. Dus wat er gebeurde, er kwam een pulsje uit de besturing. De lamp moet aan. Die kwam hierop binnen. En hier konden we op instellen, met al deze instelpotmetertjes, hoe snel die lamp aan moest gaan, hoe hard die moest branden, wat het level moest zijn. En als het pulsje wegviel, hoe snel die ook weer uit moest gaan. Nou, 1977 tot 2010, dit was helemaal op. IC's die waren al lang niet meer te koop. Dit was allemaal versleten. De contacten waren slecht. Dit was niet meer te repareren. Daar hebben we gewoon heel de besturingskast leeg moeten halen en een nieuwe dimmers moeten plaatsen en een nieuwe aansturing daarvan. Dat betekende dat we heel de lichtshow opnieuw moesten doen. Nou, dat hebben we gedaan door eerst met een videocamera met de show op te nemen, vast te leggen. Uit verschillende standpunten en verschillende details. Je kunt nooit in één keer alles overzien. En op die basis heeft Erik Brekermans, onze lichtman, het nieuwe programma gemaakt. Hij heeft alle cues exact getimed, precies gekeken. Hier gaat de lamp aan, hier gaat hij uit. En dat heeft hij exact zo overgenomen. Inclusief eventueel de programmeerfoutjes die er al vanaf 1977 in zaten. Exact overgenomen. Uiteindelijk hebben we daar zo'n 4 dagen in de bezoekersruimte gezeten met onze lichttafel. En hebben de show gewoon minutieus goed gezet. Zodat er eigenlijk geen verschil te ontdekken was. Dus toen we weer open gingen, ja, was niks veranderd voor het publiek. Alleen voor ons was er wel een hele grote zorg weggenomen. We merkten ook wel dat de bezoekersaantal terugliepen van het spookslot. Het was niet meer relevant in het aanbod van attracties. Het was nog steeds een mooie show en iedereen waardeerde hem. Maar ze kwamen niet meer. Mensen kwamen niet meer kijken. Ze hadden het wel gezien, ze wisten het wel. Dus ik denk dat die 3 jaar gekozen was. Zo van, dan hebben we even de tijd, dan kopen we even tijd om een nieuw plan te bedenken. En hoe gaan we verder met het spookslot? Het spookslot verdwijnt uit de Efteling. Het attractiepark uit Kaatsheuvel gaat een nieuwe attractie en een nieuw hotel bouwen. Het spookslot is een van de oudste attracties van pretpark de Efteling en gaat weg. Fans waren daar ineens heel fel mee bezig. Het werd een issue in Nederland. Dat hadden ze niet verwacht. Dat die wordt gesloopt, daarvan zeggen we van ja, dat vinden we eigenlijk heel erg vreemd en zonde. Maar zo'n Efteling moet verder. Dat is toch logisch? Ja. De Efteling gaat het spookslot slopen om er voor 25 miljoen euro een nieuwe attractie te bouwen en voor nog eens 50 miljoen. Ja, het toont aan gewoon de enorme liefhebbers, zoals we zelf ook zijn, voor wat het spookslot betekent voor de Efteling. Niet alleen de periode waarin het gebouwd is, maar ook denk wat de beleving toevoegt en zegt over de positie in de Efteling, eigenlijk sinds 1978. En dat is dan eigenlijk ook weer voor ons het vertrekpunt geweest om de rol die het spookslot heeft voor de Efteling, die unieke rol, om daar ook heel zorgvuldig mee om te gaan voor de toekomst. Nou, dat vond ik eigenlijk een dramatische boodschap. Maar ja, wie basis bakkoek, dus het spookslot gaat weg, is verouderd. Mijn gevoel toen ik dat hoorde was eigenlijk toch een beetje neutraal. Het was ik had het gevoel dat het een beetje gedateerd was, de show, niet flitsend. Ik ben er een week of 6 geleden nog eens met mijn kleinzoon geweest. En misschien mag ik het niet zeggen, maar die vroeg op een gegeven moment, wanneer is het afgelopen? Dus het was niet flitsend genoeg, denk ik, voor hem. Je zou tranen van in je ogen krijgen, als het ware. Omdat je denkt aan 1978, hoe dat we dit gemaakt hebben, hoe dat we met de collega's dat gemaakt hebben, hoe verschillende diensten met elkaar werken. Hoe een sfeer dat je dan creëert. En ook dat je al veel collega's er niet meer zijn. Er liggen toch wel hele voetstappen en van verschillende mensen. Niet alleen van mij, maar van heel veel mensen liggen daar. Die hebben daar toch bloed, zweet en tranen in geïnvesteerd. Dat is direct weg. Het was mijn eerste grote project.
ik weet nog niet wat ze kan bouwen, want ze halen er ons niet meer bij en dat is ook niet nodig. Ik vind dat niet helemaal niet erg, want hun moeten het nu doen. Wij hebben het toen gedaan en hun moeten het nu doen, zoals ze zelf willen. Dat mochten wij ook, wij mochten dat ook doen. Organisatie moet doorgroeien, dus je kon daar heel goed mee leven en doen. En in die trend heb ik wel de naam van de nieuwe attractie gehoord, et cetera, et cetera. Dus, Kijk, aan de ene kant kan ik me best voorstellen dat de Efteling zegt, ja, het is geweest. Het is ouderwets, we hebben allerlei andere mogelijkheden. Aan de andere kant heb ik iets van, ja, het eet toch geen brood. Het hoort er toch bij. Maar ja, het is niet aan mij om het... ik vind het jammer dat het weggaat in deze vorm, maar er is ook alles mee gezegd. Bij mij weet althans, was er al best wel lang sprake van, we moeten iets met die hoofdshow doen. Er is zelfs sprake geweest om er een ride in te bouwen. En op een gegeven moment werd verteld van ja, we gaan op de plaats van Spookslot iets anders bouwen. Ja, ik vond het besluit op zich wel heel begrijpelijk en ik snapte het helemaal mee eens. Jammer, dat wel. Om de aantal decennia al komt Spookslot voorbij over de zorgwekkende staat en hoe lang nog. En dus gewoon alle problematiek. En zeker de wens vanuit ons was om deze foto, om dit te handhaven. Maar dat de technische staat van het gebouw, op hoe het is opgebouwd en ook eigenlijk juist in die natuurlijke omgeving van de beplanting die het gebouw ook heeft aangetast. De blokken die hierachter zitten, dat daardoor het gewoon ook zorgwekkend was. Het Spookslot verdwijnt helaas, maar het griezelthema past gewoon zo goed bij de Efteling. Dat moet je niet, dat willen we niet weg. Sterker nog, dat willen we misschien wel iets uitbreiden. En vandaar dus dat we gezocht hebben in een aantal conceptsessies in eerste instantie. Zijn we tot een idee gekomen. Eigenlijk van alle geledingen zit daar iemand in en daarmee maken we nu de plannen en werken we ze steeds verder uit. En ja, we hebben iets heel gaafs, echt iets heel gaafs. Wat eigenlijk zijn weerga nog niet kent binnen de Efteling, maar ook daarbuiten. Het zou gek zijn als je de Dans Macabre weghaalt. Dus dat muziekstuk gaat zeker terugkomen. Sterker nog, we hebben de attractie Dans Macabre genoemd. Ik denk net als met Symbolica, is ook een unieke plek is om te bouwen eigenlijk in het midden van je park. Het Spookslot ligt er ook heel centraal. Ja, er komt een hele bijzondere periode aan. Dans Macabre, dat leidt toch weer in een mogelijk een opvolging van het Spookslot. Laat maar zeggen, het Spookslot anno 2024. En ik heb ook begrepen dat er toch gebruik gaat worden gemaakt van bestaande elementen die terug kunnen komen in die nieuwe ontwikkeling, waar ik heel nieuwsgierig naar ben. En ik denk, als straks alles klaar is, dat je zegt, nou, we kunnen er wel 40 jaar tegenaan en dat toch iedereen weer tevreden is. Maar het is, zeg maar, voor iedereen die echt van de Efteling houdt en van het spoken, het is even slikken. Intern was die besluitvorming natuurlijk en werd gewoon snel gestart met een planning en ideevorming voor een opvolger. Daar was ik vrij snel bij betrokken. Ik was heel blij om te horen dat we daarmee echt eer zouden gaan betonen aan het oude Spookslot. En dan krijg je de basisontwerpen al te zien wat er gaat gebeuren. En dan denk je van, ah, dat is een waardige opvolger. Ja. Dat ik er vanavond gewoon bij kan zijn. Ik ben heel blij. Dit is voor mij echt een enigszins een historisch moment voor de Efteling. En ik ben extreem blij dat ik daar een deel van kan bijmaken. Het was perfect. Echt prachtig om iedereen gewoon bij elkaar te zien. En gewoon dat ze allemaal aan het kloppen zijn. En ik ben echt blij dat ik dit nog heb mogen meemaken. Dit is gewoon ongelooflijk. Dit had ik in mijn stoutste dromen niet verwacht. Ik zeg om 6 uur tegen mijn vrouw, ik ga even naar het Spookslot kijken. En ik kan er eigenlijk niet wegkomen.
ben blij dat ik het echt een goed afscheid kan nemen. Er zijn ook parken die gewoon attractie dichtgooien en that's it. Nu kunnen we er wel echt de tijd voor nemen. En ja, ik denk wel dat het een beetje pijn gaat doen. Maar dat we over een tijdje weer op terugkijken en denken, het is toch beter zo. Dus het is nu alleen maar een fysiek einde. En dit blijft echt voor altijd bij ons als fans. Het is lastig om hem te zien gaan, maar het is goed. We gaan vernieuwen en we willen door. Dit emotioneert mij enorm. Ik had veel verwacht, maar nu, dit is ongekend. Ik vind het geweldig. Het was heel stil. Het is echt heel mooi. Ja, het is natuurlijk jammer dat het al weggaat, maar we kijken ook zeker uit naar wat er gaat komen. Ja. Dus ja, dat wordt sowieso mooi. Maar we begrijpen het ook wel. De techniek is heel oud, dus het is echt toe aan iets nieuws. Dus ik ben benieuwd wat het wordt. Ja. Nou, de laatste show is altijd heel goed, heel speciaal. En zeker als je dat kan doen met zoveel mensen die allemaal zoveel herinneringen hebben. Dus ja, het was een hele speciale avond. Onze laatste show van de Spookslot, die was toch, nou was het toch wel eentje met een beetje, weemoed, een traantje misschien al wel was? Ja, wel met vochtige oogjes inderdaad, ja. Weet nog hoe je zelf als klein kind altijd in het Spookslot stond en genoot van de show. Met je ouders, met je grootouders. Ergens toch wel blij dat je nog hebt mee mogen maken, dat je zelf met je kinderen naar die show hebt gekeken. Vlak voordat die verdween. Dus ja, ik vond het wel een emotioneel moment, ja. De sfeer was waanzinnig. Mensen gingen helemaal uit hun dak. En iedereen was muisstil vanaf het eerste moment dat de show begon tot het allerlaatste nootje dat de viool speelde. Toen barstte het applaus los en ik heb echt nog nooit zo'n fijne show gehad, want niemand heeft iets gezegd. Het was heerlijk. Het Spookslot is in die mate uniek dat het spoken altijd heel erg serieus heeft genomen. Als je naar heel veel andere parken gaat, dan wordt daar altijd bijvoorbeeld een laagje humor overheen gestrooid. Denk maar aan de 100 Mansions. Of een heleboel kitsch, denk maar aan de Europa Park. En ik hoop in dat opzicht ook dat Tons Macabre die stijl kan verder zetten. Such fun to work on it as well. I rather regret thought that it's going to be no more, but still it lasted quite a long time. I understand that there will be a new attraction, so the spirit of the Haunted Castle lives on at least. Ik ben heel trots op dat wij de aanpak die we hebben gedaan en de opzet en de zoals we collectief met z'n allen samengewerkt hebben, van hoog tot laag, ben ik blij dat wij meer dan de doelstelling gehaald hebben met een heleboel voldoening op alle fronten. Nou, het mooiste herinnering, die het heel veel sfeer geeft aan de complete Spookslot, is vind ik wel die monnikenbaan. En daar denk je van, hè. Ik zit ergens in een kapel of in een geheimzinnige ruimte en ik zie ze daar lopen en ze verdwijnen. Dat vond ik wel het meest mooiste. Wat ik ook gemaakt heb dan. Hè. Ja, ik ben sowieso trots op het feit dat het gebruik van de Dans Macabre mijn idee is. Want zelfs bij Paul Witteman toe hadden ze het over die dingen. En de Dans Macabre, want die kent u natuurlijk allemaal van de Efteling. En toen zei ik tegen mijn tegenwoordige vriendin, ik. Mijn leukste herinnering aan het Spookslot is toch wel geweest dat wij als team gezellig werkten. De Electriciens, Mari, Koos, ik, dat was echt een team.
Ik weet dat Mari af en toe het, zuur, het leven wel zuur heb gemaakt van Mari, komt er nou een motor in of een cilinder of wat dan ook? Ja, dat weet ik nog niet, zei Mari, daar zijn we nog mee bezig. Ja, ik moet weten, want ik moet mijn besturing verder afwerken. Maar altijd zonder problemen. Het was een goede sfeer. Hier woonden wij, hè, met een aantal mensen. En s'morgens ging je gewoon hier naartoe, dit was jouw werkplek. En je kwam ook wel in de show, maar dit was wel het, het kloppende hart, zeg maar. Dus, mooi, hè? Godzonde. Ja. Dat beweegt allemaal. Allemaal met de hand geboord, hè? Uitgetekend en een klomboommachine monteren. Fantastisch werk, jongen. We hebben daar zo mooi werk gemaakt. Echt hartstikke mooi. De dierbaarste herinneringen die ik heb zijn toch de ontwikkeling van de monnikenbaan, maar zeker de viool. Daar ligt toch wel mijn hart. En zeker omdat die viool een kernrol vervult aan het einde van de show, waarin die heel nadrukkelijk als zwevend element en dan langzaam als verdwijnpunt de show doem, doem, afslaat. Dat is voor mij een mooi moment. Laatste keer. Goh. Het is wat. Tja. De zang der bloemen, de uilen hun ogen doet sluiten, de boze kraai in slaap gesust heeft en de verwensing is verbroken. Thank you.
God kist, maar er gaan hier toch veel mensen.